De Staatsolie Foundation en Stichting De Stem hebben vandaag een contract ondertekend voor de renovatie van het gebouw van de stichting. Carlo Lansdorff, oprichter van De Stem, zegt dat het van eminent belang is dat de stichting blijft voortbestaan. Hij stelt het gebaar van de Staatsolie Foundation erg op prijs. We gaan door. En daarom hebben we dit moment bereikt. En we zijn heel dankbaar aan de gemeenschap, dat de gemeenschap het vertrouwen in ons heeft opgegeven. We zijn doorgegaan. De medewerkers die echt wel door dalen zijn gegaan, maar we zijn blijven staan als team om door alles heen dit werk voort te zetten. En dat je begrijpt ook bij dit werk, je gaat iemand redden die in problemen is beland, in een thuissituatie en is vaak op straat beland. Hoe ga je de persoon redden? Ga je op straat gaan en brood brengen? Kan, want dat doen velen. Een broodje brengen of een roti of een portie eten brengen, dat doen velen. Maar de basis van die hulp, zeggen wij, kunnen we niet loslaten. Is dat iemand een thuis heeft. Dat iemand ergens heeft waar hij emotioneel tot rust kan komen. Lansdorff zegt dat de organisatie al jaren het gebouw wil renoveren. De leiding heeft vaker mensen moeten vragen om te blijven voor resocialisatie, terwijl het gebouw er niet goed uitziet. Een gebouw dat is geweldig. De camera is geweldig. Maar blijf, we bedoelen het goed. We komen er. En dan kom je Staatsolie tegen die een project van je goedkeurt. Dat is bijzonder. En we danken. We danken u. En brengt u onze dank over naar de rest van de Staatsoliefamilie. We voelen ons trouwens betrokken. Ik kreeg soms discussies met mijn vrouw, met medewerkers, met anderen. Lansdorff is heel blij dat een Surinaams bedrijf als Staatsolie dit project ondersteunt. De resocialisatie van mensen kan dan in een veel aangenamere omgeving plaatsvinden.